Nog even de koffers pakken en dan brengen zijn ouders hem naar het Zweedse Rögle. De 15-jarige Jay Lesterluhu gaat daar namelijk ijshockeyen bij Djurnestop, een satellietclub van de Zweedse topclub Rögle BK. Jay speelt op dit moment bij de Amstel Tigers in Amsterdam. Je gaat naar Zweden om even aan te geven hoe belangrijk ijshockey daar is. Ze zijn op dit moment wereldkampioen. Dus ja, het is wel een grote sport daar. Het ijshockeytalent werd gevraagd door de Zweden toen hij daar tijdens een vakantie opviel op een ijshockeykamp. Hoe voelt dat? Ja, heel cool natuurlijk, want ja, daar is de sport natuurlijk veel groter dan hier in Nederland. Dus ja. Het is een jongensdroom dit, toch? Ja, zeker. Beetje als Max Verstappen die ineens in de Formule 1 terechtkomt. Ja, zoiets. Zo voelt het ook wel een beetje, denk ik. Ja. Voor de ouders van Jay roept de verhuizing van hun zoon naar Zweden gemengde gevoelens op. Wij zeggen tegen elkaar met een lach en met een traan, want ja, het is fantastisch. Maar er zit inderdaad ook wel een keerzijde aan. Het is ook wel natuurlijk heel erg jammer dat je zoon het huis uitgaat. Want welke ouder plant dat nou? 15-jarig kind het huis uit. Dat is veel te jong eigenlijk. Jay is duidelijk over zijn ambities. Ik probeer natuurlijk om in de SHL, dus dat is de hoogste hockey league in Zweden, te komen. Maakt niet uit eigenlijk bij welke club, als het maar... Ja, het zou al mooi zijn als ik bij een club kon spelen. Want dan word je dus prof, hè? Dat is je doel. Ja, prof zijn is echt mijn doel. Dat je gewoon je brood kan verdienen met hockey. Nou, klaar voor de reis? Ja. Tot ziens. Dank u wel. Succes. Dank u.